Tijdens mijn reis in Marokko heb ik verschillende tagines op. Echt een hele lekkere manier van koken vind ik dit. Een tagine is net zoiets als het koken met een braadpan. Tijdens het koken slaat de condens neer op de deksel en het loopt weer terug in de schaal. Voor dit gerecht zet je een tagine op het vuur en doe hier wat olijfolie in. Fruit de knoflook wat aan en leg het vlees erbij. Ik heb hier een magere schoudercarbonade voor gebruikt. Doe hier vervolgens de kruiden bij. Bij de ingrediëntenlijst staan welke kruiden je het beste voor kunt gebruiken. Bak de buitenkant van het vlees even aan en voeg dan de blokjes courgette erbij en de tomaten. Roer vervolgens alles goed om. Breng het op smaak met wat zout en peper en een stokje kaneel. Doe de deksel erop en laat het op niet te hoog vuur doorpruttelen voor ongeveer 8 minuten. Er is na deze 8 minuten al wat meer vocht bijgekomen en je giet er dan nog een klein beetje bouillon bij en schep er de aardappeltjes doorheen. Doe de deksel er weer op en zet in een voorverwarmde oven van 180 graden voor ongeveer 30 minuten. Serveer om lekker te deppen, wat grof brood erbij.